Beste mensen, ik heet u namens de wethouders en namens de gemeenteraad allemaal van harte welkom bij onze traditionele nieuwjaarsreceptie, die dit keer op maandag gehouden is en in tegenstelling tot wat in de cyclus van het middelbedrukkenaar zit, niet op de tweede dinsdag. Of dat nog zo zou blijven, dat weten we nog niet, maar wij zijn in ieder geval heel erg blij dat u er bent. Ik wil wethouder Rijnvaan verontschuldigen voor het feit dat zij hier vanavond niet aanwezig kan zijn. U weet, zij is getroffen door een persoonlijk groot verlies, plotseling overlijden van haar man, Bert Rijnvaan, die ook zo nadrukkelijk bij haar werk en ook bij de stad betrokken was. Wij missen onze gewaardeerde collega niet alleen vanavond in het rijtje van de wethouders hier, maar ook deze eerste werkweek van het jaar. En van deze plaats willen wij haar en haar kinderen heel veel sterkte toewensen om dit grote verlies ook te dragen. U bent vanavond hier naartoe gekomen, overal bent u vandaan gekomen. En het is goed te horen wat voor achtergrond u heeft. Hier in de rij we hebben verschillende dingen toegestopt gekregen in de goede zin van het woord. Wel te verstaan voordat u denkt dat er allerlei dingen in enveloppen ook gegeven worden aan wethouders en de burgemeester. Dat is absoluut niet het geval. Ik kom daar zo dadelijk nog even op terug. Maar wij waarderen uw komst zeer, omdat wij ons terdege realiseren dat de samenleving wordt niet gemaakt door het gemeentebestuur. De samenleving wordt vooral gemaakt door alle mensen en alle activiteiten zoals die daar zijn. En iedereen geeft op zijn of haar manier ook zelf daadwerkelijk invulling aan die samenleving. Het afgelopen jaar, we zijn wat stroef begonnen in 2011, u weet zich dat ongetwijfeld nog wel te herinneren, de grote brand in Moerdijk. En we kregen gratis van de bevriende buren uit Brabant grote wolken waarvan we de inhoud niet wisten wat erin zat over ons grondgebied heen. En dit jaar, precies een jaar daarna, op 5 januari, zijn we door een ander onheil tussen aanhalingstekens getest, namelijk de hoge waterstanden. Alhoewel ik begreep dat de Dordtenaar zo ongelooflijk verweven is met dat feit, heel erg rustig ook bleef onder dat feit. Ze realiseren natuurlijk dat iedere dag wel een paar keer het water stijgt, maar vervolgens ook heel geruststellend weer daalt. En dat heeft er in ieder geval voor gezorgd dat iedereen in een totale balans gebleven is. Ook dat heeft toeristen opgeleverd in onze stad. En daarom heb ik zich verwachten, dat weet ik niet. Ik kan u vertellen dat ik sinds kort bij de Merwede woon en ook daar mensen opeens zag vertoeven die ik nog nooit eerder had gezien, maar die wel kwamen kijken hoe fraai het water zo langs ons eiland liep, stroomde en af en toe ook over de kade heen liep. Ik wil wel op deze plaats alle mensen die geholpen hebben onze bewoners ook rustig te houden afgelopen week heel hartelijk danken voor hun inspanningen. En iemand zei, een directeur van de week tegen mij, je kunt geen sociaal programma meteen aanzetten, want een paar zandzakken op de hoek van de straat zorgt voor meer sociale cohesie in de buurt dan welk actieprogramma dan ook. En ik denk dat daar een kern van waarheid in zit. Afgelopen jaar, beste mensen, is er veel te doen geweest over de veiligheid in onze stad en onze gemeente. En het verbeteren van de veiligheidsgevoelens in het bijzonder. Er zijn diverse programma's geweest vanuit het collegeprogramma stevig op is ingezet. Ik noem bijvoorbeeld wat er rondom de Gordijnstraat gebeurd is, maar ook de hele taskforce overlast. Ik heb het ook over hoe we omgaan met illegale kamerbewoningen, alles wat daarbij hoort. Maar ik heb het ook over een aanscherping van het coffeeshopbeleid. En het niet per definitie meer vergunnen van iemand die een horeca-etablissement wil uitbaten. En die lijn die het college nu ruim een jaar heeft ingezet, daarvan kan ik u vertellen dat we ook in 2012 heel duidelijk, maar ook vooral strak met die lijn door zullen gaan. Niet omdat wij denken dat het per definitie aardig is om mensen het leven af en toe wat moeilijk te maken. Nee, het tegenovergestelde is echt waar. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat je overlast, met name ook in de binnenstad, wat een parel is van onze regio, waar heel veel mensen niet alleen willen wonen, maar ook hun geld willen verdienen, dat die leefbaarheid op een goed niveau moet blijven.
En bewoners, inwoners van onze gemeente mogen ook verwachten van ons dat wij, als we het hebben over thema's op het terrein van orde en veiligheid, dat we onze verantwoordelijkheid ook nemen en op een goede manier ook invulling geven aan datgene waarvoor wij ingehuurd zijn. Afgelopen week heeft u kunnen lezen dat het bestuursorgaan burgemeester een aantal aanvragers niet heeft gehonoreerd om twee theehuizen en een café te beginnen, omdat de BIBOP toets, dat is een toets waarin getoetst wordt of de aanvrager van de vergunning op criminele antecedenten heeft of geprobeerd dat is in het verleden. En dat beleid zal ook het komende jaar, wat mij betreft, aangescherpt worden. En dat betekent dus ook dat in ieder die hier een horeca-etablissement wil beginnen in onze stad en die criminele antecedenten heeft of een crimineel verleden, wat mij betreft die vergunning niet gaat krijgen. En dat geldt ook voor het herziende coffeeshopbeleid, waar u al deelgenoot van bent geweest. Dat beleid is verstrengd en binnenkort zullen wij één keer in de twee jaar opnieuw ook de ondernemers gaan toetsen of dat het uitbaten van de coffeeshop ook op een goede manier gebeurt. En binnenkort gaan we die 7 vergunninghouders die er nog zijn opnieuw tegen de meetlat leggen. En als daaruit blijkt dat een van de vergunninggerechtigden een verleden heeft wat niet zo zou mogen zijn, om het zo maar te formuleren, dan wordt die vergunning in de toekomst, als het aan mij ligt, niet opnieuw verleend. En daarmee proberen wij een goede scheiding aan te brengen tussen mensen die gewoon op een hardwerkende manier of vanuit een goede basis de nering willen drijven in deze stad. En van de andere kant mensen die een nering ook willen gebruiken met overlastgevende gerelateerde activiteiten, dat daarvoor in Dordrecht geen plaats behoort te zijn. We hebben op dit moment in ons land, niet alleen in ons land, maar ook in Europa, zelfs mondiaal, is er sprake van een, noem het toch maar even zo, een recessie. Ik ga er morgen in de eerste gemeenteraadsvergadering van dit jaar natuurlijk erop in. Of dat recessie echt zo gelezen en gezien mag worden als recessie vaak overkomt. Maar één ding is helder, het is even nadrukkelijk minder meer dan we gewend zijn geweest. En heel veel mensen van ons zeggen, nou, dat is helemaal niet zo erg dat het een tijdje minder meer is, want we hebben afgelopen jaren al enorm veel rijkdom mogen ervaren. Sommigen van u zullen zeggen van, we leven toch nog steeds in een decadente samenleving en dan is het maar de vraag of het erg is als het even wat minder meer is. Dat is natuurlijk een redenering die je staande kunt houden. Tegelijkertijd is het ook zo dat heel veel mensen aan de kant van de samenleving staan of dreigen over hun rand heen te vallen, voor wie minder meer of minder direct ook negatieve consequenties heeft, waardoor zij grotere afstand krijgen tot de samenleving, tot de maatschappij waar ze onderdeel van zijn. En voor die kwetsbare mensen moet een overheid als eerste altijd extra aandacht hebben. En ook het gemeentebestuur, maar ik hoop ook u vanuit uw verantwoordelijkheid, wat u ook doet, waar u ook vandaan komt, vraag ik ook vooral aandacht voor die mensen te blijven houden, ook in 2012. Tegelijkertijd is het wel zo dat we ons de recessie in de brede en in de diepe zin niet aan moeten praten. In Dordrecht, want daar hebben we het dan ook over, is gelukkig nog steeds heel erg veel mogelijk. En het college en het gemeentebestuur willen ook uitstralen dat er de komende jaren veel mogelijk moet blijven zijn. En in dat verband wijs ik erop het succes wat toch in de laatste dagen van vorig jaar toch is weten te verzilveren in onze stad. Door een goede samenwerking van een aantal wethouders in ons college hebben wij ervoor gezorgd dat het Nationaal Onderwijsmuseum naar Dordrecht komt. En dat is niet alleen maar het krijgen van een nationaal instituut, terwijl in heel veel grote steden van ons land dergelijke instellingen sluiten of het niet meer redden. Nee, het is niet alleen het binnenhalen van een extra toeristische trekker van 40.000 inwoners of 40.000 bezoekers op jaarbasis, maar het is ook tegelijkertijd het aanpakken van een gebouw wat al langere periode aandacht vroeg, laat het zo maar formuleren.
En zo zie je dat twee vliegen in één klap geslagen kunnen worden of vervangen kunnen worden. En ik hoop ook niet alleen dat na een transformatie het gebouw ook daadwerkelijk klaargemaakt zal worden voor volgend jaar. Maar dat het ook een rijke aanvulling zal zijn op de plannen rondom het Hofkwartier, rondom dat schitterende museum wat we hebben, rondom het Museum van Gij. Waardoor we die lijn van die stijgende toeristische bezoeker aan de binnenstad ook de komende jaar kunnen blijven doortrekken. Waardoor die binnenstad als product, als ook kurk van de lokale economie, ook de komende jaren verder kan blijven drijven. En ik wil eigenlijk, het is meer dus dan een instelling en meer dan een verbouwing van Holland, ons vooral toewensen veel nationale onderwijsmusea het komende jaar. Er is er natuurlijk maar één. Maar het onderwijsmuseum dat staat voor dynamiek, nieuwe activiteit, toevoegen aan hetgene waar we al sterk in zijn, in een tijd waarop dat niet vanzelfsprekend is. En dat geeft aan de ene kant dus aan dat er ook in moeilijkere tijden voor goede ideeën altijd energie, tijd en geld in onze gemeenschap en ook bij het gemeentebestuur over moet blijven. Maar ik wens u ook zelf een nationaal onderwijsmuseum toe in de eigen lat die u voor uzelf op een bepaalde hoogte heeft gelegd. In de hoop dat u ook die lat het komende jaar weer even wat hoger wil leggen om ambitie uit te stralen, om vertrouwen uit te stralen, maar vooral ook het goede te doen wat onze gemeenschap mag verlangen van u, altijd weer in goede samenwerking met het gemeentebestuur. Beste mensen, het is de traditie in onze stad dat we relatieve korte toespraken houden. Nou, u bent van mij niet anders gewend, hoop ik. Dus dat wil ik ook heel graag doen, want het is vooral de bedoeling dat we elkaar ook weten te vinden in het informele tweede deel van deze avond. Het is volgens mij toch weer drukker dan vorig jaar. Het is geweldig om te horen dat de verschillende mensen hier voor de eerste keer ook zijn. Die hebben mij zojuist gezegd, burgemeester, ik ben hier nog nooit geweest, dat is de eerste keer. En het is een hele rijke schakering van initiatieven. Mensen die al eerder hier geweest zijn, zijn mensen van Dordt en Stoom, heb ik een nieuwe folder gekregen. Dat is de mensen voor dit jaar. U weet het nog niet, maar het is van 1 tot en met 3 juni. En ja, hou dat vast vrij en vooral heel veel succes. En dat er maar 100.000 mensen in onze stad komen naar het grootste stoomevenement van Europa. Maar ook is geweest om er iets te noemen. De interkerkelijke jongeren bidavonden die gehouden worden aan de grote kerk in de time-out. Met een uitnodiging daarbij om aan te geven dat er een hele rijke schakering van mensen hier is. Ook fijn dat u er was. En iets wat mij vorig jaar ontgaan is, maar er is een prachtige groep mensen. De champignon staat hier op. Het is een kostuum, een dansgroep van Dordrecht. In kostuum van Marke vanavond hier en van Volendam. Misschien lopen ze nog ergens rond. En ook zij hebben hun diensten voor activiteit en dynamiek aangeboden voor het komende jaar. Nou, daar gaan we ook ongetwijfeld, al dan niet volksdansend, van gebruik maken het komende jaar. Ook fijn dat u er was. Maar ook zomaar een ondernemer, de Voorstraat 123, die daar in de Voorstraat Noord begonnen is, Winchester Warehouse, om het in het keurig Dorps te vertellen. En die mensen vertellen dat ik vaak bellend daar langs loop, lopend van mijn huis naar stadkantoor, dat ik ook maar de belofte moeten doen om daar binnenkort ook een keer binnen te lopen. En die belofte staat en die doe ik. Ik sluit af met nog de laatste bezoek die we hebben gehad. Dat bezoek hebben we afgelopen jaar ook mogen brengen met het oudste bedrijf van Dordt. Dat is kolenhandel van Andel op de Spuinweg. Bent u er ook nog, meneer Brachtel? Waar zit u? Oh, hij is net weg. Nou, ik wou net zeggen, de brikettenhandel zal in deze warme winter wel niet erg goed gelopen hebben. Maar we moeten ook dat soort bedrijven koesteren in onze binnenstad. En zo ziet u maar weer dat er een rijke schakering van mensen hier ook daadwerkelijk aanwezig geweest is. Ik wens u namens de wethouders en namens de gemeenteraad een goed jaar toe. Ik hoop dat wij elkaar blijvend tegen zullen komen in de samenleving die ons bindt. En ik wens u bovenal heel veel gezondheid toe. Kortom, ik wens u een zalig nieuwjaar. Dank u wel.